was met Nederlands elftal onder 16 op toernooi. Ik krijg de bal en ik pas die bal en ik val opeens. En ik kon ook gewoon niet meer opstaan. En ik kon ook gewoon niet meer lopen en ik kon ook gewoon bijna niet meer bewegen. Dus foto's gemaakt van mijn rug, scan gemaakt van mijn rug. Wat bleek dat ik breuk in mijn rug had. Dat ik er rekening mee moest houden dat ik misschien niet meer zou kunnen voetballen. Dat ik misschien niet meer op het hoogste niveau zou kunnen voetballen. En vooral als ik geopereerd zou worden aan mijn rug, dan zouden ze schroeven erin draaien en dan kan je niet meer fatsoenlijk bewegen.